Hallo bewoners van GameStop en welkom bij deze gloednieuwe video. Ik zit hier bij mijn greenscreen, want die hangt er gewoon nog. En ik ga iets opnemen waarbij ik dat greenscreentje misschien wel goed kan gebruiken. Maar eigenlijk ook weer niet. Ik ga vandaag iets doen wat ik dacht dat ik nooit zou doen. Ik zag het, je ziet het heel veel op social media en al van die dingetjes. En dat is dit. Bam! Dit is Musical.ly. Musical.ly, ik spreek het helemaal fout uit natuurlijk. Musical.ly, Musical.ly, Musical.ly. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt, maar ik ga dat vandaag doen. Ja, ik heb het ook nooit gedaan. Ik heb het heel vaak mensen zien doen. Dan gaan ze zo met hun telefoon zo. Ik heb wel een accountje aangemaakt. Hier, dit ben ik. Marnikker. Nou, volg me meteen. Ik ga proberen om eens per week zo'n video te maken. Ja. Maar nu in deze video ga ik er ook een paar maken en jullie gaan zien hoe ik dat ga doen. Dat zal mijn eerste keer zijn. Ik heb al een beetje tussen de nummers en tussen de sounds gekeken. En ik vond één hele leuke. En daarmee ga ik beginnen. En dat is iets van Pokémon. I play Pokémon every day. Maar daarvoor moet ik natuurlijk wel iets stoerder zijn. Of ja, iets cooler. En ik ga gewoon denk ik mijn sportkleding eraan doen. Dan zie ik meteen een stuk cooler uit in plaats van een stom grijs shirt. Nou ben ik een echte Pokémon. Nee, dan ben ik geen Pokémon player. Nu ben ik een echte sportman. Toch? Toch? Oh nee. Oké, ik ga deze dus doen. Go. Oké, deze is te doen. I play Pokémon Go every day. Oh mijn god. Ik ga dit serieus doen. Ik heb mijn telefoon niet goed vast. Ik heb gezien dat sommige mensen ook zo'n speciaal ding hierachter hebben. Dat ze de telefoon beter vast kunnen houden. Maar ik ga hem dus proberen te doen. Oké, jullie gaan zien hoe ik dit doe. Dit gaat... dit gaat er zo raar uitzien. Dat moet ik ook zo gaan doen, hè. I play. Hoe doe je play uit? Laat eruit laten zien. Play. Pokémon Go every day. Nou, daar gaat hij. Oh mijn god. Volgens mij zag dat er super raar uit, jongens. Ik schaam me een beetje kapot. Maar gaan we eens even terugkijken, hoor. Ah, nou, daar gaat hij hoor. Dit ziet er heel raar uit. Misschien deed ik iets te raar. Nou, ik vind hem wel geinig, jongens. Yes, yes, yes. Mijn allereerste musical.ly staat online. Maar hij was echt zo slecht. Nu eventjes een leuk liedje uitkiezen waarbij ik echt een echte goede musical.ly kan maken. Want dit was echt niet goed. Oké. Ik heb meegekregen dat er ook wel eens een paar hele gekke musical.ly's verspreid worden. En ik ga die ook proberen hele gek op te nemen. Ja, de vorige was al best wel gek. Maar deze, ja... Die is nog een klein stukje gekker. En hij heet Harder Than Hell. Let's go. Oh my god. Dit gaat veel te langzaam. Nog een keertje. Wat de hel was dit nou weer? Deze die was niet helemaal goed, jongens. Hij stopte heel snel. Ik heb het liedje niet af kunnen maken. Nou ja, het begin was een beetje saai. Maar daarna ging ik helemaal los, jongens. Ik heb het bijna onder de knie, denk ik. Het gaat me lukken. Ik word de Musical.ly ster. Nee, ga ik niet doen. Nou, deze ga ik dus niet online zetten, want die was gewoon maar half. Het is de hoogste tijd voor de volgende. En het heeft te maken met dit. En dit is geld, als je het niet ziet. Nee, je ziet het niet. Scherp stellen, ja, geld. Concentreer je, tekst in mijn hoofd houden, want dat is zo moeilijk, jongens. Tekst, tekst, tekst. Ja, hij is gepauzeerd. Hij is gepauzeerd. Oké. Ik doe mijn dingetje uit. Zo, mijn haren door elkaar. Zo. Dit is een tutorial, hè? Ik ben een pro. Kijk, haren door elkaar, zei ik. Zo, door elkaar. Beetje, zo. Ja, oké, mijn haar... Oh my god, het ziet er zo raar uit. Dan moet ik mijn geld weer terughalen en dan gaan we weer verder, jongens. Ik weet niet waar we waren. Funny,
Wow. Nee, wat is dit nou weer? Ik word gewoon bang van mezelf. Oh my god, ik kijk zo groot uit mijn ogen als ik die dingen doe. Ja, de lip sync, hoe noem je dat? Het gelijk lopen met mijn mond. Dat was gewoon, ja, niet zo goed. Oké. Om het af te leren gaan we er nog eentje doen. Ik ga nog even een andere look aannemen. Zo, met een petje op. Nou, ik heb net dus halverwege dat dingetje heb ik een muntje erin gedaan. Daar ben ik mee gestopt. En ik vond het best wel goed verzonnen van mij. Maar ik heb hem verwijderd, want hij was niet zo goed geworden. Daarom gaan we nu dus gewoon nog eentje doen. Ik snap nog steeds helemaal niks van deze app. Ik weet alleen dat je die knop in moet houden zolang dat je wil opnemen. Nou, we gaan weer hetzelfde tempo doen. Heel sloom zingen. En dat het resultaat zal wel weer heel gek zijn. Maar als hij leuk is, dan zal ik hem uploaden. Een liedje van Charlie Put. Nou, dan gaan we eens even kijken, want ik ben heel benieuwd hoe deze is geworden. Maar deze is volgens mij super weird. Maar daar gaat hij. Let's go! Waarom moet ik zo gek uit mijn ogen kijken als ik dit doe? Oké, nog eentje om het af te leren, jongens. Nog eentje. Ik vind het zo leuk om te doen. Heb ik dit nou echt gezegd dat ik het leuk vind om te doen? Oh my god. Ik denk dat ik een hele grote fout heb gemaakt. Ik heb die andere video's die ik niet heb gepubliceerd, heb ik niet opgeslagen. Dus die kunnen jullie allemaal niet zien. Daar kom ik nu pas achter. Zo jammer dat ik die niet meer heb om te laten zien in de video. Maar dan gaan we een hele leuke doen van Shawn Mendes. Daar gaat hij, jongens. Ik ken het liedje niet. Ik heb de tekst hier wel bij me staan, anders dan weet ik het niet, jongens. Okay. Just promise me one thing that you won't forget. But for now, kiss me softly before I say. Stop! Oh man. Nee, ik ga deze verwijderen hoor. Hoe doe ik dat? Oh mijn god, wat is dit dan allemaal weer? Ik heb notificaties. En zelfs iemand heeft gereageerd op mijn allereerste video, toch? Oh nee, mijn tweede. Ah nee, dat is gewoon iemand die reclame maakt. Wat verdorie jongens. Ik vond dit goed geweest. Ik heb er zo'n spijt van dat ik die andere video's niet heb opgeslagen. Maar jullie kunnen alsnog zien hoe ik dat deed. Maar goed, ik vond het wel super leuk om te doen. Ik wil het vaker doen. Misschien een keer met Jet en een keertje met andere looks en zo. Laat een like achter als je dit toch wel leuk vond. Want ik heb mijn best gedaan jongens. Ik heb echt mijn best gedaan. En abonneer voor meer en tot de volgende keer maar weer. Doei!